Ik heb hier mijn boodschappenbriefie. Ah! Kijk even hoe groot het is. Dat is toch niet normaal? Wij zijn vandaag 6 jaar samen. Hey. En 1 jaar... Verloofd. En hij vindt gewoon niks. In al deze boeken vindt hij gewoon niks. Goedemiddag voor mij. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekendvlog, ga ik het weer noemen. Ik ben vanochtend even naar de kapper geweest. Oh, mijn haartjes zijn echt wel weer wat korter. En ik heb hier van die korte plukjes. Leuk, hè? We gaan jouw haar ook eventjes doen, want het ja, is veel te lang. Ik heb ook korte plukjes. Jij hebt te korte plukjes. Oh, ik heb het nu alweer warm. Het is echt KUT weer, maar het is wel benauwd. Zeg maar, dat je denkt, bah. Wij gaan even op pad, want we gaan even wat laatste dingetjes weer halen voor de vakantie. Stan, die wil graag boeken. Nou, wil graag. Toch? Misschien wel handig. Misschien wel handig om je te vermaken. Dus we gaan even naar de kringloop. Corinne zei van de week, ben we naar de kringloop geweest voor boeken. Toen dacht ik, hé, dat is slim. Dus daar gaan we eventjes heen. We gaan eventjes nog voor mascara voor mij kijken, want die was er vorige week niet. Dan gaan we even langs mijn moedertje nog. En vanavond gaan we gewoon lekker serietje kijken, rustig aan. En morgen hebben we een hele leuke dag op de planning, maar dat zien jullie morgen. Het is het gewoon niet. Dit is toch gewoon irritant geschreven? Waarom? De puntdaken van de huizen, sommige met hals- of trapgeveltjes, leunden samen in de zoete dommel van de nacht. Dat is toch, dat ga ik toch niet lezen? Elke keer zegt hij, waar heb je ze vandaan? En dan moet ik ze weer terugleggen. We zijn nu zeg maar al een kwartier. En hij vindt gewoon niks. In al deze boeken vindt hij gewoon niks. Ik begrijp dat niet. Hier, dan doe je die. Kunnen we gedronken worden? Moet je even kijken. Op dat zijn gewoon mysterie, dat zijn grappige feitjes. Ja, dat is wel grappig. Kun je toch mee vermaken? Wat is de functie van jeuk als krabben wat? Als krabben niet helpt. Oh, deze man. Goedemorgen, het is zaterdagochtend 7:50. Nee, het is al 8:00 eigenlijk. En ik wil nog even zeggen dat het gisteren gelukt was. Stanny heeft uiteindelijk een boek en een tijdschriftenpakket. Helemaal leuk. Dus die kan zich vermaken op de vakantie. In de vakantie. En vandaag is het een heugelijke dag. Wij zijn vandaag 6 jaar samen. Hey. En 1 jaar... Verloofd. En dat gaan we eventjes vieren. Wij gaan onderweg naar Texel. We gaan een dagje naar Texel. We gaan een zeehondenboottocht doen. En we gaan lekker naar het strand wandelen. En we gaan gewoon lekker een dagje lekker Texel. Lekker eten. Dus lekker even samen een dagje weg. We hebben er helemaal zin in. 1:12 rijden. Pakken we als het goed is de boot van 9:30. Ja, we komen 9:10 aan. Dan kunnen we makkelijk die van 9:30 pakken. En dan gaan we naar Texel. Leuk! We zijn op Texel. Hey. We gaan. Oh, nu is het nog maar een half uurtje. Wat? Een half uur rijden. Ja, naar de vuurtoren. Ja, ja, het was net toch een uur. Ja, omdat we op de boot stonden. Oh. We gaan als eerste naar de vuurtoren. Dat is het verste weg, dat is helemaal op het puntje. Daar gaan we als eerste heen rijden. Dus een half uurtje rijden. Nee, we gaan langer rijden, want we gaan buitenom helemaal. Hè. Oh. Ja, maar dat heb je toch al hierin berekend? Nee, nog niet. Dus ik ga zo meteen gewoon hier, daar, gewoon afslaan. Oh. En dan gaan we zo helemaal langs de kust. Oh. Dan rijden we door Ouderschild. Als dat kan. Kijk maar even wat je doet. Sorry voor het raam. Daar zitten heel veel vliegjes op. Dus het beeld is niet zo prachtig als dat het kan wezen. Maar ja, dat is wat het is. Kijk. Wat erg. Thank you.
zijn bijna bij de vuurtoren. We zien hem daar. Daar, kijk. Daar is hij. We zijn weer even een aantal minuten verder en we zijn nu in de Koog. En dan gaan we even lekker rondlopen en even winkeltjes bezoeken. Even terrassen, want we moeten wel even proosten op deze dag. Even op naar een parkeerplek. Eet smakelijk. En je hebt een lekker tessels biertje. Laten we eens even zien. Kijk even hoe groot het is. Dat is toch niet normaal? Oh, daar nog meer. Ik vind dat zo vies. Het is best wel fris. Volgende week in Griekenland. Oh my gosh. Ik hoop niet dat dit in Griekenland is dan. We hebben wel haaien. Haaien? Oh, nou dat valt mee. Dit is toch zalig. We zijn helemaal van... Ik kan heel die strand het bijna nog niet meer zien. Maar van die strand en zijn we helemaal even gaan wandelen. Langs de kust. Hier aan de kust. De Texelse kust. Lekker hè, even wandelen. Even lekker hoor. Even zalie met je voetjes in het water. Oh. Gezien. Ja, was leuk. Maar Robben, echt... zeerobben. Zeerobben, en die leven samen. Ik vind een rob meer op een hond lijken dan op een zeehond. Ja, dat is, die hebben het lange... Snuit. Snuit. Wij zijn nu in Den Burg. Snuit, ja. We zijn nu in Den Burg. We zijn geparkeerd hier ergens op een open parkeerplaats. En we moeten even 10 minuten lopen naar het dorpje. Dus dat gaan we dan even doen. En dan gaan we even op zoek naar een eetentje. Eet smakelijk. Goedemorgen, wij zijn aan het klussen en klussen, we zijn het opruimen. Die platen van vorige week van de zolder, oeps, licht stond nog aan. Die hebben wij van zolder naar beneden getild. En we hebben nu een aanhanger opgehaald. Sorry voor mijn haar, maar ik zweet me echt helemaal dood. Aanhangertje gehaald. Dit gaan we nu terugbrengen naar de bouwmarkt.
En dan zijn we er vanaf. Dus nog twee keer tillen. Nu in de aanhanger en dan daar nog op een kar. En dan zijn we er vanaf. En dan ben ik er ook goed klaar mee. Als je nou afvraagt waarom doet ze dit met die jurkje aan, heb ik geen reden voor. Alles ligt in die wagen. En Stan is nu de laatste kleinere dingetjes erin aan het leggen, want die mochten we ook inleveren, krijgen we verder niks voor. Oeh, kijk dit plukje. Hallo. Krijgen we verder niks voor, maar dan zijn wij er maar vanaf in elk geval. Dus dat is heel fijn. En dan gaan we zo weer richting de bouwmarkt om dit te brengen. Je bent lekker bezig. Nog eentje. Nog eentje dan, en dan gaan we hier weg. Ja. Yeah. Lukt dat? Moet ik helpen? Nee, dat wieltje moet ik. We gaan even naar de car wash, hè? Even die vliegjes eraf. Dat is even zalie. Dat is helemaal lekker. Ja. Lekker hoor, die vliegjes eraf. Kunnen we weer wat zien? Nee. Dat is fijn. Daarna gaan we even boodschappen doen. Ik heb hier mijn boodschappenbriefie. Ah! Dit is altijd zo satisfying, hè? Kijk dan. Bijna groen, we kunnen bijna gaan. We kunnen weer wat zien. Nou, stop! We gaan nu boodschappen doen, dat wilde ik net zeggen. Boodschappenbriefie en gaan. Dit is toch top, jongens. Sparen jullie ook statisch geld? Laat even weten, want ik vind dit dus een topuitvinding. Ik zit weer op mijn welbekende stoeltje. Ik ben aan het editen en we hebben net even de was gedaan. En straks gaan we lekker een serietje kijken. En dan was de zondag alweer. Morgen moet jij weer werken, hè? Ja. 5 dagjes, ik nog 4. En dan hebben we samen 3 weken vrij. Lekker. Zin in. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je me leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie. Proost, volgende week.